benen leggen. Ja, bravo! Sinds jullie altijd de grootste tiran missen in onze video's. Ze zegt dat het niet waar is, maar dat is wel. Hier is ze. Welkom bij de eerste video van 2021. It's the 1st of January. Happy New Year, everybody. Anyway, wij zijn op stal. Het is 9:30 op 1 januari. En wij gaan paden buiten zetten alsof we niks beter te doen hebben. En daarna gaan we lessen alsof we nogmaals niks beter te doen hebben in ons leven op 1 januari. Dus let's go! Buiten staan was kort maar krachtig. En we zijn hier nu om hem op te zadelen. En nou mag hij weer buiten spelen. Twee rondjes zo, grote volt erbij. Even opwarmen. Niet te veel stelling. Buitenhand en ophouding. Ja, buitenhand en ophouding. Linkerbeen een keer erbij. Ja, hoofd trek. Goed zo, netjes. Mee bewegen naar voren. Ja, juist, heel netjes daar. Juist. Goed zo, netjes. Ja, goed gevoeld, niet laten vallen, inderdaad. Volgende wangzijde mag een klein beetje de linkerstelling. En de voorhand gewoon op de hoekslag houden. Ja, best genoeg. Best genoeg. En weer recht zetten zonder dat die voorhand ergens naartoe gaat. Goed zo, goed zo. Goed voelen in je armen wat je doet. Niet te veel stelling rechtsom. Ja. Juist, inderdaad. Goed zo. Hier naar de andere kant. Ja, de wendingen zijn redelijk goed, Jane. He, zorg alleen dat je niet te veel stelling pakt rechts, want dan gaat hij een klein beetje met zijn buikschouder naar de buitenkant lopen. Hij gaat een beetje, deze week krijg ik hem weer niet aan die linkerkant. Oké. Okay. Hij is heel op een stuk op rechts. Ja. Heel op rechts en je kan geen pakken. Oké, okay, dan mag jij links een klein beetje meer stelling pakken. En als je afdraait, dan geef je links gewoon een wijkend been. En jouw rechterkant ontspan maar eens. Maak die spieren maar weer eens slap zonder juist. Kijk, want dan zie je ook, dan moet je je filmpjes eens goed gaan kijken, Jamie. Als jij ziet in dat beginstukje, dan heb je te veel klapperende teugels. Klein beetje naar voren rijden. Dus dan moet je eigenlijk met je vingers gewoon een beetje sluiten. Om dat op te zoeken, maar niet door wat je nu doet, want nou ben je eigenlijk met jouw armen daar aan het doen en dan rem je. Want nou heeft hij geen drang naar voren. En dat had hij net wel. Dus je moet, ja, zo ja. En nou mag je je vingers een beetje sluiten en dan moet je aan je vingers voelen of jij de mond voelt. Ja. En dan moet je heel voorzichtig doen, want anders, ja. Ja, dat vind ik niet erg. Ik heb of links een paar of rechts een paar, maar ik heb geen gelijke druk. Dan moet je dan met je been oplossen. Met je been oplossen, want het zit waar jij op zit. Dat is niet in orde. Dus nou moet jij je linkerbeen juist. Juist. Dat is genoeg. Dat is genoeg. Dat is genoeg. Maar dan mag jij niet je eigen aan de bovenkant aanspannen, want dan komt hij in de bek hier. En je hebt hem maar inhangen, hè. Ja, ontspan rechts is. Ontspan rechts is. En een halve centimeter. Juist. Links eraan. Juist, links aan. Dat zie je ook, hè. Je moet dat filmpje dan eens kijken.
En dan moet je eens kijken, als jij linksom rijdt, wat dat bitje doet aan die rechtse kant. Want daar hangt uit zijn mond. En nu ook. Ja. Kijk, en nou ga jij je eigen aanspannen, want jij irriteert je aan iets. Maar hij is nog koud. Hij moet nog warm gedraaid worden. Nee? Ja. Nou, nou ga je daar gewoon in halve centimeters en centimeters links en rechts oplossen. Dus niet in hele grote stukken. Linkerbeen, druk maar naar buiten. Druk hem naar buiten. Links sturen. Ja, ja, ja. Gewoon ontspannen, die spierspanning. Ja, zo, ja. Dat, ja, kijk. Want dan zie je ook dat die linksachter aan de gang gaat. Goed zo, klein beetje opbouwing. Rechts, ja, dat geeft niet. Pak maar schouder binnenwaarts hierin. Pak maar schouder binnenwaarts. Maakt niet uit. Ja, rechts laag. Niet aanspannen. Ja. Gewoon simpel denken. Je bent pas aan het opwarmen. Ja, dit is goed. Dit is goed. Dit is goed. De kop gaat helemaal linksaf. Ja, dat geeft niet. Maar dat gaat direct wel beter worden. Jij wilt al meteen in het begin rijden zoals je op het laatste rijdt. Ja, dat gewoon niet. Juist. Ja, goed zo. Goed zo wat je daar doet. En dan heel... Juist. Gewoon een beetje... Ja, link. Kijk, want jouw begrenzing, die zit rechts. Want je ziet gewoon dat je op drie sporen loopt. Hè? Doordat jouw begrenzing toch rechts zit. Nou, dan zie jij gewoon dat jij je schouder begrenst. Goed. Goed zo. Super. Netjes. En nou moet jouw begrenzing links zitten. Ja, en dat zit in jouw systeem niet. Rustig licht draaien. Ja. Ja, ja. Zo ja. Ja, zo ja. Zo moet jij het oplossen wat je daar doet. Gewoon een keer eraan komen. Ja, zie je. Je bent pas in de opwarmfase. Goed zo. Ja, niet aanspannen. Goed zo. Goed zo. En dan geef je rechterbeen, inderdaad. Ja, goed zo. Zie je? En nou moet je in halve centimeters. Want op een gegeven moment is het millimeterswerk. Zie je? Je bent pas op aan het warmen, hè? Hetzelfde als jij vanmorgen in een auto bent gestapt en je doet de verwarming aan. Ja. Ja. Zie je hoe mooie buiging dat je daar hebt? En als je dan met je rechterbeen even lekker doordraait, nou dan pakt hij rechtsachter helemaal lekker naar voren. Zie je? Te fijn. Zie je? Niet jouw gewicht erin past. Rustig lichtdraaien. Voel je? Dit is lichtdraaien. Ja? Juist. Goed gedaan, Jane. Ga je een stap? Hou je been eraan dat hij, ja super, dat hij niet te hard, dat hij niet te hard rent voor. Kijk, dat was goed die laatste paar dingetjes. En dan merk je weer hoe belangrijk daar voltes rijden is. Hè? Want je hebt gewoon, elke buiging is raak. Ja, hier rechts afsturen, links begrenzen. Mag je direct hier een keer halte houden om zo een keer aan te slingeren. Ja, juist. Je hoeft er maar net een heel klein beetje aan te komen. Ja. He, zo een klein beetje met je vingers. Dat is eigenlijk genoeg. Goed zo. Goed, een beetje sluiten door te gaan. Zitten. Ja, gewoon rustig. Geen opwarming. Ja, heel een beetje draaien voren via de achterkant. Dat is genoeg. Goed zo. Weer een klein beetje terugsluiten. Pak hem maar op de volte, dat is makkelijker. En weer met je benen een stukje naar voren. Ja.
Kijk, want dat is natuurlijk het stukje wat je nodig hebt bij die vrouwen. Want je kunt niet vanuit een arbeidsrol naar de zak. De rol wel, maar dan kiep ze op de voorhand. Want dan hebben ze te veel tempo. Set 2 gehad. 1, 2, 3, stukken 4, 5. En dat blad. Die blad dat frustrerend vinden. Dat is gewoon. Want je moet ook in je zweefmoment dan net je hulp geven. Even rechts afsturen. En dat is gewoon. Rechterbeen. Ja. Goed zo. En dan moet je hem eerst de ene kant leren. En dan gaan we pas naar de andere kant. Ja? Goed. Goed. Kijk, mooi. Het ligt ook altijd aan de kwaliteit galop, hè. Een changement ligt aan een kwaliteit galop. Daarom laat ik jou even dat schakelingetje doen. Makkelijk zitten. Hoe makkelijker jij bent, hoe makkelijker dat hij dat kan gaan doen. Ja, ja, draai je ook. Heel goed. Want hij had het niet in zijn hoofd, dus hij lette eigenlijk niet op. Goed gedaan. Goed gevoeld. Ja, niet zo zijn horen, hè. Want als je zijn vasthoudt, dan kan je toch niet, hè. Hier, achter die hindernis door, recht een keer. Binnenbeen op de singel, buitenbeen achter de singel. Je gaat nu naar je linker stelling, benen verleggen. Ja, braaf! Goed zo! Goed! Super! Kijk, en ik tegen mijn vriend dat je daar nou even op een bokje doet. Lekker naar de stap. Super! Ja, daar is even zoeken, je moet het gewoon zoeken. Goed zo, lekker naar een drap en uitdraven, ding. Kijk, want hoe meer dat je er maakt, hoe slechter dat wordt en hoe frustrerender jij wordt. Dus ik zeg nou, na 1 van die groepen. Ja, is genoeg, ja. Hij staat erop en dan zie je aan jouw houding, wat gebeurt er? Ja, ik ben opgetrokken. Ja! En dat heb je nou niet veel. Daar heb je nou die filmpjes voor nodig. Goed zo. Ja, en dat is gewoon juist. Maar nou moet jij gaan leren door zo te doen dat je dat doet. En dan straks gaan we van de lijn af. Yes. En dan weet jij ook. Dan weet jij hoe dat je moet doen. Ja, maar het gaat altijd niet denken, ik ga het vlug naar doen. Want ik vind dat zo leuk. Ja. Een land zo'n prutsje. Want nu had ik voor speel kijken, die gaat omdat ik het been aanraak. Ik denk, oh, de andere stelling. Maar nu kon hij het ook omdat die schouder waar hij op moest vallen vrij was. Ja. Want dat is altijd het probleem geweest. Ja. Die kant waar hij weg moet, die moet je verkochten. Ja. Ja. En daar is, als je dat doet, dan gaan ze in één keer springen. Ja. Als je dat niet doet... Ja, dan gaan ze in 6 stukken. Die afstand is zo groot, zo lang niet.
Nou, deze 1 januari begon perfect met een vliegende wissel. Ja. Je zag hem zelf niet aankomen. Nee, Bobby ook niet. Wij doen niet aan lange termijn doelen, wij doen aan directe termijn doelen. Inderdaad. Dus ja, het was nog niet helemaal zoals hij moest zijn, maar hij heeft hem wel gesprongen. Ja, we moeten ergens beginnen, jongens. Precies. We moeten ergens beginnen. Die kop van jou was goud. Cool. Wij gaan Bob even, klaarmaken om terug naar de wei te gaan. Dan gaan wij nog even stallen mesten. Zo, meneer Galopswissel mag weer lekker buiten eten. En Xanti het varkens lekker in de modderpoel aan dabberen. Alles is weer uitgemest hier. En ik ga nu even de chatten buiten zetten, want die hebben lekker binnengestaan met nieuwjaar. Wij wisten niet of ze dit jaar misschien toch vuurwerk af ging steken. Dus deze meisjes hebben lekker een nachtje binnengestaan voor het geval dat. Maar gelukkig viel het reuze mee. Jij moet geschoren, maar dat gaan we niet vandaag doen. Want vandaag gaan we lekker buiten spelen. Kustie! Sinds jullie altijd de grootste tiran missen in onze video's. Ze zegt dat het niet waar is, maar dat is wel. Hier is ze. Ze wordt dit jaar 22 jaar, jongens. Ziet er nog goed uit, hè? Bibi. Kom, meidon. Jullie gaan terug in jullie 24/7 cage. Kom, mami. Mami is al een dagje ouder. Kom je niet eten? Kom. Je doet net of je iedere dag slaag krijgt. Valt reuze mee. Haha, daar zit niks in. Remo, die oude gek komt eraan. Ja, oude gek. Kom, oude gek. Ik heb ook eten voor jou. Kom. Ik ga het maar naar haar toe brengen, want ze begrijpt er helemaal niks van. Nee, wij moeten even iets mededelen met jullie. Wij denken dat Mammy een beetje dement aan het worden is. Bestaat nee, dat weet ik niet. Ik heb dat nog nooit opgezocht. Dat is een hele dikke diarree aanval. Voor iedereen die het wel weet. Jezus Christus. Nee, dat is echt goor, Remo. Kijk. Ja, maar ze heeft altijd stress als ze op stal moet. We moeten even dit paddockje misschien. Ja. Hier kunnen ze lekker met droogtjes eten. Ik denk dat we dan een keer een beetje stro in moeten gooien. Ja, en ze zit hier de hele tijd te kakken. Ja. Dus moet ik even een keer eruit scheppen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, want ze hebben daar genoeg plek om te kakken. Maar... Dat ligt ook veel kak. Moet weer op hun eigen manier. Nou, heeft iedereen gezien dat wij de chat ook niet verwaarlozen? Want kijk, het is misschien wel zo dat ze nooit in de video's voorkomen. Maar dit wat we nu aan het doen zijn, is dus eigenlijk... Iedere dag. Ja, iedere dag hetzelfde. Dus ja, het is niet echt reet interessant om dat te filmen of zo. Nou ja, misschien niet voor sommige maanden om het iedere dag te filmen. Nee. En Mammy, zoals jullie weten, is zij lekker met pensioen. Daarom is zij ook niet geschoren en heeft zij geen deken op. Zij heeft gewoon haar natuurlijke habitat wintervacht. En Bebe wil ik deze week even nog een keer scheren. En dan hoop ik dat zij daarna stopt met haren aanmaken. Zodat ik haar niet weer hoef te scheren. Want dit is dan de derde keer deze winter. Ja. Dus ik ga nu gaan scheren. En hun hebben deze hele paddockje hier zo. Met hier kunnen ze ook in. Daar komen plantjes. Daar zo. En die bompjes zijn ook pas gepoot. Dus daar hebben ze misschien van de zomer shit van. Dat weet ik niet zeker. Ik hoop
Dus we hebben jullie ook weer even op de hoogte gesteld van onze Shetlanders. Hoi, het is nu avond. En wij hebben een bezoek gebracht aan onze families. En nu zijn we terug voor Xant. Maar Xant heeft vieze voeten. Van de modderpoel waar hij toen straks in aan het dabben was. Goed zo, braaf. Wowie. Braaf. Wat goed. Xanti, de nieuwe springpony is klaar. Wil je even niet deze oudje filmen? Jawel, dit is een hele mooie outfit. Waar heb je die van geleerd? Van jou. Hij heeft een beetje zweet. Oh nee, het valt mee. Helemaal klaar. Lekker slapen. Doei. Zo. Lekker slobber. Het is inmiddels 9:30 s'avonds. Ik ga nog één portie hooi klaarmaken voor de nacht. Dan kunnen de jongens lekker naar bedje toe. En wij ook. Zo, lekker zijn nacht eten. Een dikke berg hooi. Om op te peuzelen. Ja. En Xanti krijgt het in een netje. Die verspreidt het door zijn hele stal anders. Dat doet hij dus. En we halen s'avonds. Werkelijk. We halen s'avonds de mest er nog uit voordat we gaan. Zodat ze lekker schoon kunnen slapen. Verder zijn ze totaal niet verwend. We zijn morgen vroeg weer terug om dit hele riedeltje te herhalen. Ja, maar morgen vroeg is het loderdag en dat is echt onze ultieme genietingssessie. Dus we gaan nu nog even tot onszelf komen. Ja, dat is lang geleden. Ik denk dat we het niet meer kunnen, man. Ik denk ook niet meer dat ik het kan. We hebben het echt voor de laatste keer gedaan toen hier niet zoveel paarden op stal stonden. Ja. Dus ja. Dus het wordt weer lekker spierpijn en lekker blaren op de handen. Waarschijnlijk wel. Maar dat is voor een goed doel. Stof aan de wimpers, stof in de longen.
overal stof. We hopen dat jullie dit een leuke, gevarieerde video vonden. Ja, we hebben hem geprobeerd zo compleet mogelijk te maken. En dat is wel gelukt, want jullie hebben letterlijk alles gezien wat wij op een dag doen. Op één dag doen, ja. Dus we willen jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei!